Sint Maarten, Sint Maarten, Sint Maarten reed door weer en wind. Zijn witte paard droeg hem gezwind. Sint Maarten reed met volle moed. Zijn mantel dekt hem warm en goed. Sint Maarten, dag, 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 Poppenpiet. Dag Sint Maarten, dag, dag, luister naar ons welkomstlied. Dag Sint Maarten, dag, 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 Autopiet. Dag Sint Maarten, dag, dag. Luister naar ons welkomstlied. Dag Sint Maarten, dag, 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 Schoolsteenpiet. Dag Sint Maarten, dag, dag, luister naar ons welkomstlied. Dag Sint Maarten, dag, dag. Ze gezien. Waar zijn mijn pieten? Ze waren nog met 10. Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Ik heb je zo gezocht. Waar zijn mijn pieten? Ik zag ze bij het ontbijt. Waar zijn mijn pieten? Dan kwijt. Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Ik heb je zo gezocht. Hé, hey, mannetjes, wacht eens even. Ik denk dat ik ze daar zien toekomen. Echt waar, daar op de Grote Markt? De Pieter van Aalst? Of... Nee, het is al de tettentoeren begot. En ze gaan naar de Sint-Martinuskerk. Kijk,
De pieten zijn hier, het is echt waar. Daar zijn de pieten, ik zie ze lopen op de brug. Stoute pieten, kom eens helpen, kruipen tak op helemaal vlug. Stoute pieten, kom eens helpen, nu een tak op en wat vlug. Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Ik heb je zo gezocht. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, een vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, wat brengt hij jou en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt een roe. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, een vriend van ieder kind. Ja! La, 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 la. La 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 la
beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn hartje klopt zo blij. Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou, wat brengt hij jou en mij? Wie zoet was koek, wie stout was krijgt de roe. Hij komt, die lieve goede Sint. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Mijn beste vriend, jouw beste vriend, de vriend van ieder kind. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Wees maar gerust, mijn kind, ik ben een goeie vriend. Want al ben ik zwart van troet, ik meen het toch goed. Ik kom van de lieve Sint, lieve Sint, lieve Sint. Ik heb voor jou mijn beste kind, moois in mijn zak. Ben jij wel braaf geweest, wees dan maar niet bevreesd. Kijk, hier brengt de lieve Sint snoep voor elk kind. Beste Piet, wees wel bedankt, wel bedankt, wel bedankt. Nu zal ik aan het leren gaan, daar kan je op aan. Borstplaatjes groot in tal, ik deel ze vanavond al met mijn lieve zusje klein, blij zal ze zijn. Kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die lieve Sint. Een pop met vlechtjes in het haar. Een snoezig jurkje kant en klaar. Drie kaatse ballen in een net. Een letter van banket. Kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die lieve Sint. Oh, kom toch eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen. Schaatsen en een nieuwe pet, een letter van banket. Oh, kom toch eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die lieve Sint. Mijn zus bracht ons een poesje dat zo vaak speelde met mij. Ze spinde elke dag gezwind en maakte me zo blij. Maar s'nachts nam papa poesje mee en plots was poesje weg. Ik schreef de moes direct naar bed en vroeg aan mama zeg. Brengt de Sint mijn poesje weer bij me, bij me. Brengt de Sint mijn poesje weer bij me, bij me. Mama heeft allergie en papa wil het niet. Dus de Sint die brengt mijn poesje niet. Waarom brengt de
de Sint mij geen poesje, poesje? Waarom brengt de Sint mij geen poesje, poesje? Mama heeft allergie en papa wil het niet, dus de Sint die brengt mijn poesje niet. Sintje met een op ne stok, wil je maar geven, wil je maar geven? Sintje met een op ne stok, wil je niet geven, rop dat op. Sintje met een op ne stok, wil je maar geven, wil je maar geven? Sintje met een op ne stok, wil je niet geven, rop dat op. Sintje met een op ne stok, wil je maar geven, wil je maar geven? Sintje met een op ne stok, wil je niet geven, rop dat op. Maarten, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar huis toe rijdt. Sint Maarten, kom maar even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Sint Maarten, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Tours toe rijdt. Sint Maarten, kom maar even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. We zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Geen stoute kinderen bij. Lieve vriendjes van Sint Maarten, ik ben Kathleen Amand en ik schrijf en teken boeken voor kinderen. En als jullie bij de juf in de klas aan het spelen zijn of aan het leren zijn, dan ben ik thuis tekeningen aan het maken voor mijn boeken. Vandaag heb ik voor jullie een heel speciaal boek meegebracht en dat heet Sint Maarten gaat naar Shinkapunka. En ik ga dat boek voor jullie vandaag voorlezen. Is het nog ver? Zeurde Pieten. Zijn we er bijna? Waar gaan we eigenlijk naartoe? Naar Shinkapunka, bromt Sint Maarten, waar ze de gleufjes in de koffiebonen slijpen. Sint Maarten is een beetje boos. Hij is met zijn stoomboot vastgelopen op een zandbank. Stuurpiet had niet goed uitgekeken. Gelukkig hebben ze rubberbootjes bij. Die zullen hij naar de blijde intrede brengen. Maar het paard kon niet mee en de Sint heeft geen zin om de hele avond te stappen. Zijn mantel en sokken zijn nat, omdat de pieten niet stil kunnen zitten in het bootje. Sint Maarten, Sint Maarten, daar is het, roepen de pieten uitgelaten. De kinderen staan al op de kade te wachten. Ze zwaaien met vlaggen. Kijk dan, Sint Maarten, kijk dan! Sint Maarten tuurt door zijn brilletje in de verte. Hij kan niet meer zo goed zien met zijn oude ogen. Onder luid gejoel van de kinderen sturen de pieten hun bootjes naar de kade. Maar de Sint is al oud en stram. Hij geraakt niet meer zo makkelijk uit dat kleine wiebelbootje. Wiebelen, wobbelen, schimmelen, schommelen. Het bootje huppelt heen en weer. De pieten balanceren met de Sint tussen het bootje en de kade. Pas op dat Sint Maarten niet in het water valt, roept de burgemeester van de stad. Na heel wat trekken en duwen geraakt de Sint veilig aan land. Sint Maarten, roepen de kinderen. Sint Maarten, waar is uw paard? Nu is het aan de pieten om aan wal te komen.
Ze willen allemaal als eerste uit het bootje. Niemand wil toegeven. Ze vechten en duwen en trekken aan elkaars haar en kleren. Op die manier kan niemand uitstappen. En dan drijven de bootjes weg. De roeispanen zijn de pieten al ondertussen allang weer kwijt en het water neemt hen al maar verder mee. Sint Maarten heeft niet eens in de gaten dat zijn helpers niet aan land zijn gekomen. De bootjes drijven met de stroming mee. Sint Maarten en de kinderen zijn al lang uit het zicht verdwenen. Daar, daar hangt een ladder, roept Klimpiet. Langs daar kunnen we aan land gaan. Met hun handen roeien ze naar de kant. Eén voor één klimmen ze uit de bootjes. We moeten Sint Maarten gaan zoeken, roepen ze. En ze beginnen te stappen. De pieten zijn hun ruzie al lang vergeten. Ze giechelen en lachen en letten niet meer op de weg. En zo lopen ze helemaal de verkeerde kant op. Oh, wat een leuk park is dit, roept Speelpiet uitgelaten. Ik zie een hangbrug en schommels en een grote houten boot. Wie het eerst in de boot is, mag aan het stuur. Ze rennen over de hangbruggen, schommelen op de schommels en spelen in de boot alsof het een echte stoomboot is op zee. Ze zijn helemaal vergeten dat de kinderen op hen staan te wachten. Ondertussen heeft Sint Maarten gemerkt dat hij zijn pieten kwijt is. Hij is helemaal in paniek. Wie gaat het speelgoed nu bij de kinderen brengen vanavond? Gelukkig kan de burgemeester snel een bakfiets regelen. Hij wil Sint Maarten wel helpen zoeken naar zijn ondeugende helpers. Ze fietsen langs pleinen en straten. En overal waar ze komen, vragen ze of iemand de pieten heeft gezien. Maar niemand kan helpen. De zon zakt langzaam weg achter de bomen. Het wordt donker, we moeten Sint Maarten gaan zoeken, roepen de pieten tegen elkaar. Met z'n allen rennen ze door het park. Ze zwaaien nog eens naar de eendjes in het water en dansen tussen de bomen. Niemand weet de weg. Of misschien toch. Weet u waar Shinkapunka is, meneer? Vragen ze aan een wandelaar. De man denkt na. Luister goed, zegt hij. Je moet eerst naar links, dan de tweede naar rechts en dan weer naar links. En vraag het daar dan nog eens. De pieten beginnen te rennen, van links, rechtdoor, naar rechts, naar links. En zo botsen ze op een hoge toren. Als we hier naar boven klauteren, dan kunnen we de hele stad zien, zegt Pintere Piet. Dan vinden we de Sint wel snel terug. Klimpiet is als eerste boven. Ik zie hem, roept hij. Hij is hier vlakbij. Hij zit in een bakfiets. En ze beginnen te roepen. Sint Maarten, hier zijn we, Sint Maarten. Sint Maarten hoort niet meer zo goed en van het hobbelen op de weg vallen zijn ogen bijna toe. Gelukkig hoort de burgemeester de pieten wel en hij stuurt zijn fiets meteen de juiste richting uit. Sint Maarten schrikt wakker door het gejoel van zijn gekke pieten. We moesten al lang terug bij de kinderen zijn, bromt hij, een beetje boos. Maar ook wel blij, omdat hij zijn helpers heeft teruggevonden. Met de Sint in de bakfiets trekt de vrolijke stoet naar de binnenstad. Het is ondertussen al goed donker geworden. De kinderen moesten al lang in bed liggen, mompert Sint Maarten. Haha, dat vinden die vast niet erg, denken de pieten stilletjes. En zo gebeurt het dat de intocht van Sint Maarten niet helemaal liep zoals gepland. Maar de kinderen waren blij. Sint Maarten vraagt de pieten, gaan we nu nog naar Shinkapunka? Jazeker, zegt de heilige man. Maar we moeten eerst nog naar Chocovo, Luilekkerland, Scheteningen, Utopia, Costa Nixa, Kakadonje, Spruitland, Koekistan, Snotteschellen, Protowakije, Stinkizië, Nieuw-France en Doetboek toe.
Dat was het verhaaltje van Sint Maarten gaat naar Shinkapunka. Gelukkig heeft Sint Maarten zijn pieten allang teruggevonden. En vergeet vanavond niet jullie schoentje te zetten. Tot de volgende keer. Dag! En we zingen en we springen en we zijn zo blij. Kinderen bij. Springen, zijn zo blij. Zingen, springen, zijn zo blij. Zijn mijn pieten, heeft iemand ze gezien? Waar zijn mijn pieten, ze waren nog met 10. Pietje, kom dan, Piet, waar ben je, waar heb je je verstopt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je, ik heb je zo gezocht. Waar zijn mijn pieten? Ik zag ze bij het ontbijt. Waar zijn mijn pieten? Zijn ze de weg dan kwijt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Ik heb je zo gezocht. Mama, ga eens wacht eens even, ik denk dat ik ze daar zien toekomen. Echt waar, daar op de grote markt, de Pieter van Aalstof. Nee, het is al de tettentoren begot en ze gaan naar de Sint-Martinuskerk. Kijk, de Pieten zijn hier, het is echt waar. Daar zijn de Pieten, ik zie ze lopen op de brug. Stoute Pieten, kom eens helpen, kruipen dak op en wat vlug. Stoute Pieten, kom eens helpen, nu het dak op en wat vlug. Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Waar heb je je verstopt? Pietje, kom dan, Piet, waar ben je? Ik heb je zo gezocht. Waar moet de proper zijn, zeg? Aan de kust van lef. Ah, hey, dat vriendjes. Ja, kijk, sorry, maar tot morgen mocht je helaas niet optreden, hè, door die stomme corona. Maar kijk... Ik heb jullie in de stad zien rondlopen, op Pietentocht, dat was wel leuk, denk ik. En wij hebben nog een kleine verrassing hier, in mijn gezellig cafeetje. We gaan een liedje spelen voor jullie, maar daarvoor hebben we natuurlijk een piano nodig. Dus hey Chris, play dat fucking piano, man!
energie om te luisteren. Misschien tot nog eens. Misschien tot morgen. Ciao.